Bij Antwerp neemt Yves in doel de plaats in van Govert. Boye die het slachtoffer van de mindere prestaties lijkt te zijn. En ook in zijn tweede thuiswedstrijd op rij heeft Antwerp het van bij het begin moeilijk. Hemte bereikt Mrdakovic die meteen uithaalt. Fijs kan er niet bij en heeft geluk dat de bal de paal raakt. Van de thuisploeg gaat maar weinig dreiging uit. We zijn al bijna een half uur ver bij een voorzet van Goots buiten het bereik van Herpoel. Maar ook Sergeant komt tekort. Antwerp houdt er verrassend genoeg een hoekschop aan over. Gent is het meest aan de bal en even later wordt Hemte diep gestuurd. Ribus raakt van dichtbij niet voorbij Fijs. Ribus na zijn doelpunt van vorige week kreeg hij van Vermeulen de voorkeur op Cezeto. Jimmy Hemte kreeg dan weer zijn kans ten nadele van een Dikumana. Hij vindt even later opnieuw Ribus. Een voorzet richting tweede paal waar Moedingayi overkopt. Vooral Steven Ribus weegt op de Antwerp-verdediging. 5 minuten voor de rust bedient hij centraal Mrdakovic. Het is even zoeken naar een opening en pech voor Mrdakovic die voor de tweede keer de paal raakt. Een nieuwe poging is te zwak om Fijs te verrassen en zo blijft het 0-0 tot aan de rust. Gentbaas ook na de rust met een vrije trap van Ribus na 3 minuten. De kopbal van Van Hooijwegen wordt gestopt door Fijs. Maar De Brul staat op de juiste plaats om binnen te tikken. 0-1 voor Gent. En toch al het 4e doelpunt van het seizoen voor De Brul. Niet slecht voor een verdediger. Mrdakovic laat ze achterin bij Antwerp alle hoeken van het strafschopgebied zien. Hij heeft zelfs de tijd om te wachten op Machete. Een hard schot en de redding van Fijs die de bal gelukkig net over doel ziet vallen. Met Hussein en Bernat wordt bij Antwerp vers bloed ingebracht, maar we blijven aan dezelfde kant met een hoekschop van Ribus. Zaki Peters mee voorin, hij mist het doel op een haar na. Antwerp kan niets terugdoen en voor Gent zijn er kansen bij de vleet. Mrdakovic naar Machete, die de bal iets te ver laat springen. Ook deze kans gaat er niet in. De tijd dringt, want Antwerp kan nog altijd een punt pakken, maar dat zit er nooit echt in. Ook de laatste kans is voor Gent. Mrdakovic omspeelt Evens en daarna ook Fijs. Maar Evens is net op tijd terug om een tweede doelpunt te voorkomen. Gent wint met 0-1. Voor Antwerp de tweede thuisnederlaag op rij. Het haalt 2 punten in de laatste 5 wedstrijden.